Voor trofeeën uit de etalage van de menselijke schepping moeten we naar de ronde goed geschapen. Wat zit er in deze bak? Een onzichtbaar konijntje. Ik zal eventjes bewijzen dat er wel degelijk iets in zit. Zo, mooi kaarsje. Ik neem er nu een theepot bij. Nu, heel voorzichtig. Stond er na op die bak? Je hebt er een gas uitgeschept of zo nu. Ah, CO2. CO2 zit er. Westers waarde dan lucht, stikstof. Het is geen CO2. Ik giet de rest proper terug. Zie zo. Dat is echt de manier waarop dat kindjes koffietafel spelen. Er zit een gas in. Ik zal nog eens bewijzen dat er iets in zit. Dit is redelijk gevaarlijk, maar ik doe het voor de wetenschap. We hebben twee ambulanciers hier. Die hebben een zuurstoffles bij voor mocht dit misgaan. Ga je grappig spreken straks? Maar ik ben op voorhand getraind in hoeveelheden enzovoort. Zijn jullie er klaar voor? Ja, doe maar. Oké, daar gaat-ie. Helium. Als ik nu spreek, dan is mijn stem een beetje anders. Jullie zullen mij gehoorzamen. Oké, goed. Maar dat is geen helium. Het is geen helium, het is een heel zwaar gas. Ja, en ik moet nu op mijn hoofd gaan staan, want dat blijft echt hangen in mijn longen. Dat is geen grap. Ik moet op mijn hoofd staan om dat gas daaruit te krijgen. Zo. Ja. Hop, of een scheetje laten, hè, lieve. Ja. Hè? Een scheetje laten, ja. Volgens mij deed hij gewoon zo en is hij nu helemaal losgelaten aan het doen. Het gas dat hierin zit is zwavelhexafluoride. Ja, en dus helium is veel lichter dan lucht. En zwavelhexafluoride is 6 keer zwaarder dan lucht. Dus bij helium klinkt je stem zo'n beetje genepen. En bij dit klinkt je stem veel, veel voller. En om aan te tonen hoe zwaar dat gas precies is, ga ik nu iets doen. Is iedereen klaar? Oké. Ik zet dit hier neer. De max. Ongelooflijk. Bravo voor wetenschap. Bravo. Voor zwavelfluoride. Voilà. Dat is zo zwaar dat daar een bootje op drijft. Maar zot. En dan kun je zo een beetje golfjes maken in het gas. En dan gaat het bootje op en neer. Zo. Je praat ook zo'n beetje. Ja. We kunnen daar eens luchtbelletjes op blazen. Jop, hoppa. Hoe zit dat hoog? Het is er aan het uitkomen. Die blijven allemaal gewoon hangen. Maar die drijven gezellig rond op het zwavelhexafluoride gas. Tot zover het verhaaltje voor het slapen. Ja. Ik ga nu die boot eigenlijk gewoon doen zinken. Hè. Door een beetje gas te scheppen. Zo. En dan... Hoppakee. Allemaal in de boot. Er zitten nog 20 mensen in, onkel Lieve. Lieve gekapt ernaast. Misschien hebben ze me echt gewoon een bokaal lucht gegeven. Er zit er hierboven één met twee visdraadjes. Zie je hem scheppen, jong. Nog niet zakken, nog niet zakken. Voilà. Oh. Oh! En de boot is gezonken. We gaan dat helemaal terug dicht doen en veilig wegbergen, want het is een broeikasgas. Zwavelhexafluoride. Nu, ik heb dat daarnet ingeademd. Met ambulanciers erbij, dat is niet zonder risico. Als je dat inademt... Omdat die aan werk niet kennen, of wat? Dit is een ballon met helium. Ja. Dit is zwavelhexafluoride. Als je dit inademt, dan klinkt je stem heel laag. Als je dit inademt, dan klinkt je stem heel hoog. Maar dat is niet zo. Het is gewoon, uw stem klinkt heel genepen. Maar de toonhoogte die wordt niet hoger of lager. Ik ga nu een beetje helium inademen en een liedje zingen. Nu, ik moet daarbij zeggen, helium inademen, dat heeft zo de naam van... Je kan dat doen op feestjes enzovoort. Dat is niet zonder risico. Dat haalt de zuurstof uit uw longen enzovoort. Daar vallen jaarlijks doden mee, met helium inademing. Wat spannend. Dus,
Ik doe dat hier nu omdat ik weet hoeveel ik ongeveer kan. Ze zijn wel heel grappig doet. El. Maar eerst zing ik een liedje om te tonen dat die toonhoogte gelijk blijft. Stijn, geef mij zijn do. Ik kan dat niet. Do, do. Oké, daar gaat hij nu. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Dat is veel beter. Ja. Maar dus je hoort, uw stem... Dat is nog niet helemaal juist, uw stem. Beter dan dit wordt het niet, Wouter. Ik wacht al 30 jaar tot mijn balletjes indalen. En ooit zal het gebeuren. Tot zover de ronde. Goed geschapen.